Slechts 30 kilometer ten zuiden van Brussel, in een vallei omringd door bossen en weiden, nestelt zich de abdij van Villers. De abdij werd gesticht in de 12e eeuw. De imponerende ruïnes zijn beschermd en behoren tot een van de meest volledige archeologische complexen van Europa. We proberen een 800 jaar oude geschiedenis te ontdekken en laten de oude stenen spreken. De nieuwsgierigheid van elke bezoeker, klein of groot, wordt geprikkeld door de abdij en haar verleden. Het romantisch karakter van de site zet aan tot wandelen en herbronning. De abdijruïnes zijn doordrongen van cultuur en geschiedenis. Je vindt er zomer en winter een buitengewone plaats die fascineert, inspireert en ontspant. Laat ons even de geschiedenis van deze abdij nader bekijken. In 1146 nodigen ridder Gauthier de Marbais en zijn moeder Judith monniken van de abdij van Clairvaux uit om een nieuwe abdij te stichten op hun gronden te Villers. Een groepje van 17 monniken vestigt zich hier. In 1146 brengt Sint Bernardus een bezoek aan de nieuwe gemeenschap en moedigt hen aan. Dankzij de heer van Marbais en zijn moeder hebben de monniken beschikking over de nodige bouwmaterialen, steengroeven, bossen en een rivier om hun abdij in Romaanse stijl op te trekken. Een nieuwe werf start in 1197. De bouw van de gotische abdij neemt 100 jaar in beslag. In deze welvarende periode bezitten de ongeveer 400 monniken bijna 10.000 hectare gronden tot in Antwerpen. Vanaf 1508, datum van de eerste strooptocht, tot het einde van de 17e eeuw, moeten de monniken 9 keer hun abdij verlaten om veiligheidsredenen. Er wordt baksteen gebruikt om de gebouwen die beschadigd zijn tijdens de afwezigheid van de monniken op te knappen. De 18e eeuw is de tweede gouden tijd van de abdij. De middeleeuwse gebouwen worden heringericht in neoclassicistische stijl. Het paleis van de abten en de tuinen worden aangelegd. Tijdens de Franse Revolutie moeten de monniken vluchten. De abdij wordt vernield en geplunderd in 1794 en daarna verkocht aan een handelaar in bouwmaterialen die haar steen voor steen afbreekt. Plantengroei en regen doen de rest. De abdij vervalt tot een ruïne. In de 19e eeuw trekken de majestueuze ruïnes de romantiekers aan. En ook vandaag nog fascineren ze menige bezoeker. Victor Hugo bezoekt Villers 3 keer en maakt tekeningen van de ruïnes van het gastenverblijf en de brouwerij. Ook de spoorlijn Ottigny-Charleroi wordt aangelegd in de 19e eeuw en brengt de eerste toeristen naar de abdij. Omdat men nog geen goed besef heeft van erfgoed, wordt de spoorlijn dwars door de tuinen van het abtenpaleis aangelegd. De staat, de nieuwe eigenaar sinds begin 20e eeuw, begint grote restauratiewerken. Onder leiding van architect Charles Licot wordt in 1893 het kerkschip toegankelijk gemaakt en de steenblokken gesorteerd. Doordat ze 650 jaar bewoond zijn gebleven, getuigen ze van de evolutie van de architectuurstijlen. De restauratiewerken werden onderbroken door twee wereldoorlogen en we moeten wachten tot 1984
vooraleer een nieuw consolideringsproject van start gaat. In 1992 wordt de abdij opgenomen als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië. Het hele domein valt daaronder. De 50.000 vierkante meter bovengrondse muren en de 5.000 vierkante meter Romaanse en Gotische gewelven. Die maken er een van de grootste Belgische archeologische ensembles van. Waals-Brabant bezit een erfgoedcitte van wereldformaat. Gelukkig werd de cite gespaard van een volledig verval.